Deze editie van Series Request staat heel erg dicht bij mij, met een hartje erachter. Nou, dit is toch fantastisch? Dat is echt lief om te horen. Dat is heel goed. Je ziet er wel fresh en fruity uit, Barend. Ja, ik heb ook iets gedaan wat ik heel lekker vind altijd. Dat is even een douche pakken. Oh. Ja. Oh, ik dacht even van hele andere dingen, maar het is jij hebt in de stapel een beetje bovenop en heb je hem even lekker door het rechte vuistje laten gieren. Terwijl Rob onder je ligt ook. Nou, niet zo zeg. Is dat misschien wel een ideetje voor morgenavond? Ik ben je nu op idee aan het brengen. Oh nee. God, gelukkig slaapt Rob nog lekker. Maar jij gaat straks je graveyard in. Hij sliep nog niet, hoor. Hij sliep nog niet? Nee, nee. Ik heb nog met Rob gepraat. Rob liep nog te stuiteren van zijn vorige shift, denk ik. Ja, Rob die was denk ik om 12:30 was hij nog wakker. Zo. En toen keek ik naar voetbalpodcastje nummer 3, keek ik een keer op die klok. Toen dacht ik van zo, het wordt wel heel erg tijd om te gaan uitzenden. Toen ben ik even lekker gaan douchen. En we gaan zo meteen lekker zitten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had echt een knal gekregen vanavond toen ik hoorde wat er allemaal gebeurde. Ik snapte er geen reet van. Ja, dat de grote C in ons leven is getreden. Nou ja, kijk, ik vond het zo gek dat we in één keer weer hiermee bezig waren, weet je. Ik dacht, wat gebeurt hier nou in één keer? Ik hoor jou ook een beetje verkouden zijn nu, als ik zo naar je luister. Ja, maar dan ga je niet dood aan. Nee, dat is waar. Nee, niet kapot te krijgen is het slogan van jou, toch? Ja, nee. We weten het niet. We moeten nog ver tot zaad. Maar ik kwam hier om 6:00 die deur uitlopen. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Ja, en wie moeten we allemaal wel niet gaan afzeggen? Want ik vind het wel lekker. Kijk, ik vind het twee dingen. Twee dingen. Ik loop even leeg, hoor. Ja. Ik vind even twee dingen. Kijk, ene keer vind ik het echt lekker om zometeen echt radio te maken. Dat ik ook niet rekening hoef te houden met zit Dennis Wening nog recht of heeft Steven Brunswijk er nog zin in? Ja, nee, maar dat zijn toch wel dingen. Ja, gewoon focus op één ding, jou en de luisteraar. Precies. Tuurlijk, dat is ook fijn. Dat vind ik fantastisch. Maar ik vind het altijd wel lekker als de volk langskomt. Dus ik ben benieuwd hoe ik het zometeen ga ervaren. Nou, ik hou het gewoon optimistisch. Het plein stelt me niet teleur tot nu toe. Misschien kun je nog even een kleine yell krijgen voordat Barend begint. Nou, hoe laat is het dan? Amersfoort, laat je horen! We zijn er, hoor. Hey. Hij stond in de krant vandaag, hè? Dat klinkt hartstikke gezellig. Wat zei je? Hij stond in de krant vandaag. Stond je in de krant vandaag? Hij stond in de krant vandaag. Ja, nou, wat dacht jij dan? Ja, als de nachtkoning van Amersfoort. Nou, dat is inderdaad, daar is niks aan gelogen. Nee.